Nou, ik ga iets vertellen over de helpdesk en wat er nou eigenlijk gebeurt hier aan mijn bureau. En ik begin eerst met onze website. Op onze website staat duidelijk als je binnenkomt direct de twee softwarelijnen. En de een is geluid en luchtkwaliteit en de ander is gebouw en installatie. Dan even een klein stukje over mezelf. Ik ben nu bijna 3 jaar in dienst bij DGMR. In het begin hebben jullie echt wel gemerkt dat ik ook heel erg moest wennen aan de software. Inmiddels ben ik er aardig in thuis. Ik heb een achtergrond bij softwarebedrijven die zaten in de bouw en de grondweg- en waterbouw. Willen jullie iets meer van mij weten? Ik heb een nieuwsbrief-interview gegeven en dat is terug te lezen in de nieuwsbrief van juni. Heb je die nieuwsbrief niet ontvangen? Schrijf je dan in en geef ook even aan. Hans die zei het net al, nu krijg je tegenwoordig in de software, krijg je natuurlijk netjes de nieuwsitems in beeld. Maar je kan ook als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, kan je aangeven of je voor nieuwe updates ook geïnformeerd wilt worden. Dus schrijf je gewoon in. Nou, wat krijg ik dan voor vragen binnen? Ik zit voor beide software takken, doe ik de helpdesk. En ik krijg dus van meer dan 40 applicaties krijg ik vragen binnen. En wat doe ik daar dan precies mee? Nou, ik ga eerst beoordelen of iets een eerste lijns helpdesk is of een tweede lijns helpdesk. Eerste lijns helpdesk gaat meestal over de installatie, 3D-modellen, hoe modelleer ik iets en soms ook foutmeldingen, hè? Als je een berekening uitvoert, dan krijg je foutmeldingen. En als je niet precies weet hoe je het moet oplossen, dan kijk ik eerst even. En als ik weet, als de melding eerder is geweest en ik kan het oplossen, dan geef ik dat direct aan. Tweede lijns helpdesk vragen, dat zijn meestal vragen die vakinhoudelijk zijn. En dus meestal raken die wetten en regelgeving. Of heb ik de waardes die ik ingevuld heb, heb ik dat wel goed gedaan? Ja, dat soort zaken, echt het inhoudelijke, die stuur ik meestal door. Of naar een consultant, of naar de ontwikkelaar, product manager. Of zelfs af en toe naar de vakgroep. Dan vraag ik de vakgroep om advies. Nou, hoe beoordeel ik dan of het een eerste of een tweede lijns helpdeskvraag is? Nou, we hebben natuurlijk de helpvuil. We hebben ook de i'tjes, waar Hans het net over had. We hebben ook veel gestelde vragen in het helpdeskportaal zitten. Inmiddels hebben jullie, heel veel gebruikers hebben inmiddels een account voor het helpdeskportaal. Ik zal daar straks ook een toelichting op geven wat het precies inhoudt. Maar daar staan veel gestelde vragen in, dus daar kan je al. En de webinars worden daar gepubliceerd, dus dat zie je dan allemaal in die omgeving terug. Heb je nog geen account trouwens voor het Helpdeskportaal? Vraag er dan gerust een aan en ik maak er een voor je aan. Natuurlijk kijk ik ook of de vraag die gesteld wordt, of daar al een webinar over gepubliceerd is. Dan stuur ik de link even door. Doordat alles wordt geregistreerd in één systeem, kan ik ook zien of de vraag al eerder is gesteld door bijvoorbeeld een andere klant. En dan kan ik kijken wat het antwoord destijds was. Nou, dan laat ik al een kleine ruimte over in mijn opsomming. Dan gaan we ook al langzaam naar de tweede lijns helpdeskvraag toe. En dan raakt de vraag wet en regelgeving. Ik zei het net al, hè, is het een adviesvraag? Hè, of duurt het doorrekenen bijvoorbeeld heel erg lang? Bij simulatieberekeningen bijvoorbeeld duurt het heel erg lang om een berekening door te rekenen. En ik kan bij de helpdesk gewoon simpelweg niet de software zo lang blokkeren.
het lukt gewoon niet. Want zodra de een ophangt, dan belt de ander of staat er wel weer een mail. Nou, wat doe ik dan met alle vragen die binnenkomen? Ik registreer ze in Topdesk. Als jij straks een helpdesk een helpdesk portaal account hebt en voor degenen die er al eens in hebben gekeken, wordt die melding ook onder jouw naam geregistreerd en zie je die ook weer terug in het helpdesk portaal. Nou, controleer of je een serviceabonnement hebt, of het een betaalde module is en met welke versie je werkt. En ook belangrijk of je je project hebt meegestuurd, want vaak zijn de vragen afhankelijk van verschillende onderdelen binnen de workflow. En dan hebben we het liefst gewoon het project in beeld. En heb je nog dingen aangegeven met afbeeldingen en dergelijke, dan die zijn natuurlijk altijd welkom. Ja, en je begrijpt het al, als de melding niet volledig is of duidelijk is, dan kom ik bij jullie terug en dan vraag ik om meer informatie. Dan kijk ik even van welke applicatie is het en dan doe ik eigenlijk het standaard riedeltje. Hoe ziet het gebouw eruit? Ik voer de projectcontrole uit in de modeler. Ik kijk naar de rekeninstellingen. Ik verwijder altijd alle resultaten. En vervolgens kijk ik of er verschillende rekenscenario's zijn. En ik scroll ook even vluchtig door de onderdelen van de workflow heen. En daarna start ik de berekening. Nou, voor leidingen doe ik dat natuurlijk precies hetzelfde. Ik scroll door de tabellen heen. Ik kijk of ik op resultaten kan klikken. En afhankelijk van de meldingen die volgen, zal ik acteren. Nou, ik gaf het net al een beetje aan, hè. Simulatieberekeningen duren heel erg lang om door te rekenen. Nou, wij gaan ervan uit dat een helpdeskvraag niet langer kan duren dan 15 tot 30 minuten. Dat betekent ook dat, hè, als het langer duurt, dan wordt hij ook een tweede lijns helpdeskvraag. En voor demo's en cursussen, ja, die worden meestal door Martin gegeven. Hans speelt daar ook nog wel eens een rol in. Dus ook die kan ik simpelweg niet geven binnen de helpdesktijd. Natuurlijk kijk ik wel mee met jullie via TeamViewer. De meesten kennen het inmiddels. Om even feeling te krijgen met van waar loop je nou tegenaan. En zeker als je dingen wilt tekenen in de modeler, dan is het gewoon handig als ik even meekijk en ik geef het aan in plaats van dat ik het helemaal uittyp in een mailtje. Nou, bij waarschuwingen en andere meldingen die dan naar voren komen, geef ik meestal richting. En als er een paar meldingen uit naar voren komen, dan los ik ze zelf even op om verder te gaan met jullie vraag. Maar als het erg veel meldingen zijn, dan vraag ik toch eerst aan jullie om even te kijken naar de meldingen en op te lossen wat je kan oplossen, zodat er nog maar een beperkt aantal meldingen open blijven staan. Nou, dan ken ik vier statussen van afmelden. Ik ken een bug. Ik ken een wens. Ik ken een gebruikersfout. En ik ken overig. In dit hele rijtje, ik ken er geen prioritering aan toe. Prioritering komt pas op het moment dat ik bijvoorbeeld een wens heb ingediend. En als die als wens geregistreerd wordt, dan gaat die naar de productverantwoordelijke. En die heeft zijn eigen systeem en daarin wordt alles verzameld. En aan de hand van de frequentie van meldingen die binnenkomen of de belangrijkheid, hè, en het draagvlak bij andere gebruikers. En of past binnen de wet en regelgeving, want dat is natuurlijk nummer 1. Aan de hand daarvan bepaalt hij de prioriteit tot uitvoering. Nou, een bug is over het algemeen een must-have. En dan bij geen workaround zal er direct een nieuwe versie volgen. Nou, een wens, dat is nice to have, zo hebben we het omschreven. Een gebruikersfout, dat klinkt een beetje wijzend. Maar dat is zeker niet zo bedoeld. Voor ons is het gewoon een categorie. En dat is als je een vraag hebt over de modeler of het berichten naar berekenen in gebouwprestatie.
Maar je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld projectblindheid. Hè? Dan ben je al zo lang bezig met het project en dan zie je het gewoon even niet. En, maar meld het gewoon. Maar weet dat ik die status heb, dus daar val je dan automatisch onder. En overig heb ik voor als je graag wilt dat iemand naar je project kijkt of je het wel helemaal goed hebt ingevuld. Of de, een interpretatie van wetgeving en dat soort dingen. Dat valt meestal daaronder. Nou, soms krijg ik ook vragen binnen dat er een interpretatieverschil is tussen wet en regelgeving en zoals de software daarmee omgaat. Nou, dat, wij krijgen, ja, als je dit soort dingen constateert, dan horen wij het natuurlijk graag. Wat wij wel vragen is of je dat schriftelijk wil doen met onderbouwing van de desbetreffende wet en regelgeving. En het liefst ook met een print screen en een voorbeeldproject waarin dat duidelijk naar voren komt. Want dan kunnen we het verder uitzoeken en dan en indien nodig zullen we daar natuurlijk op acteren. En dat geldt eigenlijk ook voor een wens. En, want hoe vaker ook een wens natuurlijk bij ons binnenkomt, hoe meer belang er aan gehecht wordt dat die uitgevoerd wordt. En dan stijgt die in prioritering. Maar natuurlijk ook om ruis te voorkomen. Soms komen we er nog even bij desbetreffende klant op terug. Van, nou, hoe heb je dat dan precies bedoeld? Maar belangrijk is dat het goed geregistreerd wordt om het op een later moment te kunnen oppakken en te kunnen beoordelen. En in de nou, in veel gevallen ook uiteindelijk kunnen oplossen of uitvoeren, aanbieden. Dan het helpdeskportaal. Daar heb ik het net al over gehad. Dit is de omgeving van het helpdeskportaal. Nou, wat kan je ermee? Je kan je eigen meldingen terugkijken. Soms denk ik van, nou, ik heb het juiste antwoord gegeven en ik heb een melding afgesloten. En dat blijkt dan helemaal niet het antwoord te zijn wat je bedoelde. Dat kan, hè? Zet hem dan ook gerust weer open. Die vrijheid heb je. Vind je het antwoord goed? Ben je er blij mee? Geef dan een feedback. Maar doe dat natuurlijk ook als je er helemaal niet blij mee bent. Want dit overzicht bekijken we regelmatig. En dan kunnen we daar ook direct op acteren. En dan blijft het niet in het gewisse. Via nieuwe melding kan je nieuwe meldingen aanmaken. We hebben een kennissysteem erin zitten. Daar kan je veelgestelde vragen terugkijken. En webinars. We hebben ook hulp op afstand hierin staan. Hè. Soms is het even zoeken van hoe start ik TeamViewer op. Ja, hier is dat direct in een tegel beschikbaar. En ik laat je nog heel even zien hoe dat dan ook werkt en welke voordelen het dan ook echt heeft. Bijvoorbeeld als je een nieuwe melding aanmaakt en bij korte omschrijving voer je je keyword in eigenlijk, dan krijg je direct hier zo aan de linker rechtsboven krijg je een voorstel van waar dan dat woord in terug te vinden is, in welk kennisitem. Kan je er gelijk op klikken. Zie je gelijk een uitleg hoe je die moet toevoegen. En ja, dan heb je ook direct het antwoord. Je kan ook niet alleen met zoeken kan je naar veelgestelde vragen of op deze manier. Maar je kan ook gewoon klikken op dat icoontje wat ik net aangaf. Er staan tips en trucs in en terugkijken van webinars. Dus het is eigenlijk een hele omgeving. En ik zou heel graag dit krachtiger willen maken. Dus ik zou er heel graag meer kennisitems in willen zetten. Dus als je ook iets zoekt en je kan het niet terugvinden, of in een i'tje, of hier bij het veelgestelde vragen, geef het aan, maak een melding aan in het helpdeskportaal. En we gaan ze allemaal verzamelen en we gaan kijken waar we de uitbreiding kunnen doen in het helpdeskportaal, maar ook in de software bij de i'tjes.
Nou, waar kan je het dan, waar vind je dan het helpdeskportaal? In de software natuurlijk. Bij gebouwprestatie vind je het. Hans had het hier net over de veranderingen. De lijst met nieuwe voorzieningen. Hier vind je de link naar de pagina van de helpdesk. En daar hier bij leidingen. En vanuit daar kan je het helpdeskportaal benaderen. Nog handiger is natuurlijk om hem in je favorieten van je internet te zetten. Heb je nog geen account, dan kan je op diezelfde helpdeskpagina een account aanmaken. Account helpdeskportaal. Voel je ook gewoon vrij om dat te doen. Het is wel zo dat ik hem even handmatig moet aanmaken. Dus het gaat altijd heel even tijd overheen. En tot zover eigenlijk mijn toelichting op de helpdesk, wat ik doe. Heb je een brandende vraag, stel hem gerust. De helpdesk is natuurlijk 24/7 bereikbaar via het helpdeskportaal of via helpdesk@dgmr.nl. De antwoorden volgen natuurlijk wel gewoon tijdens kantooruren. En telefonisch zijn we bereikbaar van 9 tot 5. Dank jullie wel voor jullie aandacht en we houden zeker contact.